kunnen stellen. Ik ga nu spreken en ik zal heel veel dingen niet gezegd hebben, maar zoals bij de inleiding is gebleken, we kunnen nog zeker een uur of langer over onderwerpen waar ik het niet heb over gehad verder napraten. Als u een beetje schroom voelt om op plein publiek een vraag te stellen, mag u gerust in die korte pauze op een briefje een vraag neerpennen. Dan probeer ik dat nadien zo goed als mogelijk op te nemen. Ik ga het ook niet academisch aanpakken. Ik heb dus ook geen slides mee, want dan kom je in de verleiding om zeer dure woorden, moeilijke, abstracte begrippen, want academisch noemen ze dat die coalitie zonder socialisten daarom niet per definitie geweldig goed aan elkaar hangt. Want toen CD&V met N-VA aan de regering trok, hadden ze de ambitie van, kijk, wij gaan hier proberen te tonen, we gaan natuurlijk goed besturen, maar als we slecht besturen, straalt dat ook negatief op CD&V. Er is geen enkel coalitiepartner die verkiezingen wint na 5 jaar lang slecht bestuur. Uiteraard willen ze goed besturen. Maar we gaan proberen met de compromissen te tonen, compromissen waar ze uiteraard ook helemaal achter staan. Ze gaan niets verdedigen waar ze tegen zijn, alleen maar om N-VA te couilloneren. Maar compromissen waar we achter staan, gaan N-VA dwingen om mee te gaan in die compromissen. Dat is wat Chris Peter bijvoorbeeld heel geregeld doet als minister van Werk. Is heel bevoegd voor het sociaal overleg. En je ziet dat heel vaak terugkeren naar mechanismen. N-VA, daarbij nauw gevolgd, maar kom ik zo meteen op, door Open VLD, stelt een aantal straffe hervormingen voor. Hij wil zeg maar een stevige ruk aan het roer geven. En dan denkt hij, ja, kijk, daar is hij, die kracht der verandering. Een beetje anders dan anders toch. En dan zegt CD&V, bij monden van de minister van Werk, Chris Peters, ja, we gaan dat toch een keer in het sociaal overleg moeten bekijken. En we gaan respect moeten hebben voor de uitkomst van het sociaal overleg. En vaak zijn de werkgevers blij met een aantal maatregelen van de regering, maar soms ook niet. En dan worden die maatregelen in de molen van het sociaal overleg herkneed. En dan komt daar iets uit en denkt je, dat is nu niet meer precies wat dat daar vooraf ingegaan was. Herinner je nog dat groot debat over de beschikbaarheid van de SWT'ers, de bruggepensioneer, die nu SWT'ers worden genoemd. Weet u nog hoe daarover gediscussieerd was, over die actieve beschikbaarheid? Mensen moesten verder rijden om een job te doen, moesten meer jobs aanvaarden, moesten langer beschikbaar zijn enzovoort. Ze hebben daar toen nooit een compromis over gevonden, namelijk aangepaste beschikbaarheid. Weet je dat nog? Er was daar heel veel om te doen. Over de zogenaamde aangepaste beschikbaarheid. Ze hadden in de regering zwaar over gediscussieerd. We moeten die mensen die werkloos met een extra bedrijfstoeslag, en we moeten die mensen eigenlijk meer aan het werk zetten. Mensen daar moeten meer achter zitten. Daar kwam het op neer. Er was een akkoord in de regering, we hadden zwaar over gediscussieerd. En het compromis was... Ja.